De 47e reguliere bijeenkomst van CARICOM regeringsleiders, gepland voor 3 tot 5 juli 2024 in Grenada, is uitgesteld vanwege de ontwikkeling van tropische storm Beryl tot een categorie 3 storm. De storm wordt verwacht langs Barbados, St. Vincent en de Grenadines, Haiti, Jamaica en Belize. Luchtvaartreizen zijn al verstoord en de focus van CARICOM ligt nu op noodvoorbereidingen en veiligheid van haar inwoners. President Chandrika Prasad Santokhi was verheugd om te zien dat vooral studenten zich inzetten voor het land. Jonge medewerkers van de conversie unit, allen onder de 25 jaar en nog studeren, bezochten hem. Ondanks hun leeftijd leveren ze aanzienlijke bijdragen, waardoor de unit in ruim 6 maanden tijd ongeveer 70 miljoen SRD voor de staat heeft gegenereerd. President Santokhi belooft hun uitdagingen aan te pakken en een aangename werkplek te bieden. Hij benadrukte het belang van het koesteren van jong talent, omdat jong geleerd oud gedaan is. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 29 juni tot 12 juli 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 29 SRD en 70 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 53 SRD en 75 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.